Welkom bij het Haagse TV-journaal van donderdag 10 november. Vandaag in het nieuws, Wood primeurt nieuwe single, de financiën van ADO zien er goed uit, maar eerst, wie wordt de nieuwe burgemeester van onze stad? Den Haag wil als het even kan een vrouwelijke burgemeester. Dat bleek gisteren tijdens vergaderingen waarover de profielschets voor de opvolger van Josias van Aartsen werd gesproken. Eerder werd er al een voorzet gepresenteerd. Gisteren werd die aangevuld met wensen van bewoners en politieke partijen. We gaan ook opnemen dat Den Haag die mooie groene stad achter de duinen is. Dat moet wat meer nadruk krijgen. En we gaan ook opnemen dat decentralisatie ook een belangrijk aandachtspunt is. En dan gaat het om de decentralisaties in de zorg. Meer taken naar de gemeente op het gebied van zorg. Ja, dat is een belangrijke uitdaging in de stad. En het is ook goed dat de nieuwe burgemeester daarvan op de hoogte is. Burgers konden ook inspreken over hun wensen voor de nieuwe burgemeester. Er kwamen 6 mensen op af. Den Haag is een mooie, maar ook kwetsbare stad, met de zee zo vlak achter de duinen. Alleen daarom al zou de stad alles op alles moeten zetten om de opwarming van de aarde te stoppen. Het woord groen of klimaat kwam nog niet terug in de profielschets. En dat is wel heel belangrijk, want het is de grootste uitdaging van deze tijd. Contact te maken met de mensen, dat deed Van Aartsen ook al heel veel. En dat, ik hoop dat de nieuwe burgemeester dat ook zou doen dan, want dat is heel belangrijk. Ik heb als bewoner van Den Haag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om input te geven aan het profiel van de toekomstige burgemeester. En daar ben ik heel erg blij mee natuurlijk, omdat ik zelf een politieke vluchteling ben uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Maar veiligheid heb weten te vinden in dit mooie dynamische stad. Persoonlijk vind ik dat hij aandacht zou moeten besteden aan etnische profilering. Door de politie? Door de politie, inderdaad. Dat zeg ik omdat ik zelf vervelende ervaringen heb gehad de afgelopen jaar. Ik heb het een beetje op de site meegekeken wat de mensen als profiel willen hebben voor de nieuwe burgemeester. Er staan natuurlijk heel veel cliché dingen in. Hij moet integer zijn, moet niet politiek gebonden zijn als er besluitvorming aangaat, et cetera, et cetera. Maar wat ik wel belangrijk vind, dat ik een paar items tussenuit haal wat ons nieuwe burgemeester voor onze stad gaat betekenen. Meer naar de wijk komen. Luisteren, vooral luisteren en de know-how die in de wijk zit. Er zit heel veel potentieel kennis in de wijken en daar moet meer gebruik van gemaakt worden. Oh. Ik hoop dat u dat mee kon nemen in uw besluitvorming. Dank voor uw inspraak. De Haagse band Wood heeft een nieuwe single, Forever 27. En primeurde dat in de ochtendshow van Justin Verkijk op Den Haag FM. Forever 27, gaat dat dan ook gewoon over die club? Zeker. Okay. Het is echt een soort verhaaltje over hoe is dat nou? Zo'n meisje zit thuis en die zegt van, ja, doe het nou maar gewoon. Dat boeit toch helemaal niks. Ja. Ja, het is een beetje donker. Beetje dark wel. Ja. 6 weken geleden hadden wij All Night Long als nieuwe single. En daarvoor was het echt heel lang geleden. Heel lang stil. Don't You? Never Gonna Happen Again. Was eigenlijk de comeback een beetje wel. Nou, comeback is niet, maar... Eigenlijk ook wel. Het duurde heel lang. Ja. Want daarvoor was het echt heel lang geleden. Ja, we hadden eigenlijk gewoon iets beter moeten nadenken. En gewoon in één keer gewoon alle singles klaar moeten hebben. Ja, maar nu is er een EP. Nu is een EP. Don't You staat er ook op. En hoe heet die EP ook alweer? You Know. Nee, ik weet het niet. Ja, hij heet echt. Oh, hij is hier. Oké. En het idee is dat we nu gewoon elke 3-4 maanden gewoon lekker EP's gaan droppen. Gewoon. Kijk, geen albums meer. Albums zo 2014. Ja, misschien komt er ooit eens een keer een verzamelalbum. Greatest Hits. Ik ben er wel een beetje trots op. Ik vind het leuk om met jou te mogen doen. Ik ben blij dat ik hem als eerste heb mogen draaien. Den Haag gaat onderzoeken of er behoefte is aan een noodopvang voor kwetsbare ouderen. De gemeente gaat daarover in gesprek met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66. In Amsterdam is sinds een paar maanden zo'n opvang. Een centrale plek voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Huisartsen kunnen hier dag en nacht patiënten laten opnemen. De meeste verpleeghuizen nemen buiten kantoortijden deze groep ouderen niet aan. Den Haag is in 2018 gaststad voor de wereldkampioenschappen zeezeilen. Tijdens de World Sailing Conferentie in Barcelona werd onze stad unaniem verkozen. Den Haag probeerde in 2014 nog om de officiële wereldkampioenschappen zeilen binnen te halen. Dat mislukte toen.
In de zomer van 2018 strijden nu wel 1300 zeilers en zeilsters tijdens het officieuze WK tegen elkaar tijdens de korte en lange races voor de kust van Scheveningen. Het WK zal in juni 2018 plaatsvinden, een week na de finish van de Volvo Ocean Race. De organisatie verwacht zo'n 40.000 bezoekers tijdens het evenement. De financiën van ADO Den Haag zien er een stuk beter uit. Er zijn maatregelen genomen, maar welke dat zijn, blijft geheim. Dat bleek vandaag tijdens een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de financiële positie van de voetbalclub. Het debat werd deels achter gesloten deuren gevoerd. De wethouder verwacht dat binnenkort de jaarstukken worden goedgekeurd. De entree van Den Haag gaat behoorlijk op de schop. Een deel van de Utrechtse baan in Den Haag wordt overkapt. Bovenop de weg komt een park. Daarnaast komen twee rond de 100 meter hoge woontorens. Als alles volgens plan verloopt, gaat daarmee al over anderhalf jaar worden begonnen. Dat maakten wethouders Boudewijn Reves en Joris Wijsmuller vandaag bekend. Ja, op deze plek krijgt de stad een nieuw plein. We gaan op deze plek de A12, waar je nu al die auto's voorbij hoort komen en of ziet of ruikt komen, gaan we overkappen. En bovenop dat dak komt een nieuw plein, zodat het gebouw van justitie en de Koninklijke Bibliotheek en dit hele gebied een nieuw stuk buitenruimte krijgt, dat we groen gaan aankleden, waar veel mensen kunnen verblijven. En op deze plek is nog niks gebouwd. En samen met collega Wijsmuller zijn we hier ook plannen aan het maken om er nieuwe woningen toe te voegen. 400 in twee torens. Jazeker, dat kan hier ook prima. Rond het Centraal Station hebben we al veel hoogbouw. Aan de voorkant hebben we bij Nieuw Babylon torens van 140 meter hoog. Ook op het Cailletplein komen torens van 90 meter hoog. Dus ook aan deze kant kan je torens in die orde van grootte gaan voorstellen. En dan het weer. Morgen wordt het bewolkt en wordt het zo'n 4 tot 6 graden. Zaterdag is er veel bewolking en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur ligt rond de 4 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Morgen wordt op de basisscholen het Nationaal Schoolontbijt afgesloten. Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. En Douwe Bob staat morgen in het Paard van Troje. De jonge zanger werd in 2012 bekroond tot de beste singer-songwriter in het gelijknamige televisieprogramma. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.